Goedemorgen. Het is vandaag 5 juni en het heeft eindelijk geregend. We gaan de kippen los doen en we gaan de nieuwe kuikentjes veilig in het kippenhok zetten. Dit zijn de kippen. Er is helaas gisteren in de schemering vlak voor het binnenzetten één witte kip gepakt door de vos. Maar we hebben nu wel een nieuwe aanwinst, een nieuw haantje, een goudhoorn. Familie van de leghoorn, dus die kan goed op de kleine witte kippen. Want die grote haan is net wat lomp voor de kleine kippen en die vindt de ouderwetse bruine legkippen net wat sexier. En ik wil graag nog een keer kippenkuikentjes. Ik denk dat dat een prachtige kruising gaat worden. De ordinaire witte legkip met een goudhoorn. Oeh, daar is de haan op geweest. Hopelijk herstelt het en is die kip straks weer helemaal gezond. Ah, ze eet nog wel. En waar is de andere haan? Nou, gaan we de andere haan even opzoeken. Daar is de andere haan. Kom maar. Beetje blauwachtige mooie poten. Deze is iets schuwer dan de andere kippen en hanen. Maar dat is wel goed met die vos. Hopelijk is die intelligent genoeg om uit de kooi te komen. Kom maar. Kijk eens, het nieuwe haantje. Wat een bijzonder kammetje heeft hij, hè? Nou, het gaat een prachtige combinatie worden met de witte legkip. Nou, eitjes kijken. We hebben hier een mooi systeem. We hebben hier een eitje. En we hebben hier nog twee eitjes. Dit is van de nieuwe legkippen. Ze zijn nog behoorlijk klein. Vergeleken met de normale eieren. Maar dat komt omdat het ook een jonge kip is. Hè? Ze gaan nog iets groter worden. Dit is de eend met kuikentjes. Gaan we kijken of we die goed kunnen verplaatsen. Nou, ik heb even gekeken. En omdat het een band is, nog een eitje onder zie, wachten we nog een dagje. Alleen wel moet ik de eend straks verplaatsen, want dit gaas is niet klein genoeg om een boommat tegen te houden. Deze ervoor. Want de boommatse die kan hier het hok binnen. Dus vanavond maar even kijken of we de eend kunnen verplaatsen. Ja, dit was het filmpje. Tot volgende aflevering.